Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In deze aflevering van In Gesprek Met hebben we het over een tekort aan gespecialiseerde prothesemakers in Suriname. Hiermee gaan we dan een gesprek hebben met meneer Sanjay Marhe en mevrouw Carmen Kasi. En hoe zijn we op dit onderwerp gekomen? Mevrouw Kasi was betrokken bij een ongeval. En hierdoor heeft ze haar been kwijtgeraakt. En ze moest veel te lang wachten alvorens ze aan een prothese geholpen kon worden. Daardoor is meneer Marhe zo in het spel gekomen. Heeft hij dan geprobeerd, want ze zijn oude vrienden. En heeft hij dan geprobeerd om haar hierbij te helpen. Meneer Marhe, mevrouw Kasi, welkom in gesprek met. Oké, meneer Marhe, dan ga ik beginnen bij u. Want zulke goede Samaritanen zijn er bijna niet meer. Vertelt u zo een beetje, hoe bent u op het spoor gekomen van mevrouw Kasi, of op het verhaal van mevrouw Kasi? Mevrouw Goudland, alvast bedankt voor de uitnodiging. Mevrouw Kasi is een oude schoolvriendin van mij samen met haar broertje. En na haar ongeluk heb ik constant geïnformeerd naar haar gezondheid. En ik heb me hierin laten leiden. Ik ben op zoek gegaan in samenspraak met broer en zus om te kijken of ik iets kon doen. Want ja, niet geschoten is altijd mis. En ik denk, deze groep, mevrouw Kasi onder andere, moet geholpen worden met een beenprothese. Vanwege het verhaal dat ze zo lang moest wachten. En aangezien tijd dringt en elke dag voor mij het zonnetje schijnt, dacht ik, ik moet iets doen. Zo heb ik me laten leiden. Uh-huh. Oké. Mevrouw Kasi, meneer Marhe zegt, u heeft heel lang moeten wachten. Kunt u ons een beetje vertellen, wanneer heeft u uw mishap of misstap gehad? Mevrouw Goudland, ook een goede middag. En ook bedankt voor de uitnodiging. Ik ben in de tijd inderdaad een poosje bezig geweest in Suriname met een prothesemaker. Dat heeft ruim 2,5 jaar geduurd. Uh-huh. En het was maar wachten en wachten. En op een gegeven moment kwam hij en hij zei, dat duurt veel te lang. Ik kijk wat ik zelf ook verder kan betekenen voor je. En zo is het begonnen. En hoe lang geleden was uw amputatie? Jawel. Dat is nu al, in september is het al 4 jaar geleden. 4 jaar, ja. Oké. Okay, ja, ik ben een jaar na de amputatie, want natuurlijk moest je stomp ook helen en zo. Een jaar na de amputatie ben ik dan begonnen hier met een prothesemaker. Uh-huh. En dat proces heeft dan zo lang geduurd. Pas heeft u wel ingevonden? Jawel, uh-huh. Ik was al bezig. Ik had al een prothese. Uh-huh. En ik kon al oefenen ermee. Maar op een gegeven moment zat hij een beetje groot en hij moest weer op maat gemaakt worden. Maar ja, dan blijf je bellen. Wanneer kom je? Wanneer wordt het gedaan? Passen meten. Op een gegeven moment hoorde ik niks. En ik had al zo wat 8 maanden niks meer van hem vernomen. En intussen kwam Sanjay en hij zei, dit duurt veel te lang. Uh-huh. Zo heeft hij dan een en ander ook aan het rollen gebracht, om het zo uit te drukken. Ja, sowieso. En doordat mevrouw Carmen dan zo lang moest wachten, heeft u dan besloten om aan de bel te trekken, neem ik aan. Want ik kan me best wel voorstellen, want u bent gewend er altijd actief te zien. Ik ben er gewend actief te zien, ook vanwege de functie als jurist. Denk ik dat Carmen meer kan. En het is een sterke vrouw. We kennen elkaar zo. We hebben hele leuke dingen gedaan vroeger. Vanaf de jeugdschool, de lagere school. En ik denk, het gaat toch niet je moeder, je vader, je kind, je broer, je zus of je partner overkomen en zo laat in een situatie. Dat kan niet. Mm-hmm. Dat kan niet. Oké, dat vertelt u een beetje. Wat heeft u allemaal kunnen, of wat heeft u allemaal gedaan? Ik neem aan dat u wel terecht bent gekomen bij een professionele, gespecialiseerde prothesemaker. Maar de weg om bij die ene terecht te komen, hoe was die? Dat zijn deuren platlopen. En het is een nieuwe ervaring voor mij geweest. En ja, alle nieuwe ervaringen met een goed sociaal doel geven mij een goed gevoel. Dat moet ik ook erbij zeggen. Een mens helpen, een ander helpen, doet mij veel. Ik ben gaan lobbyen, ik ben in de regio gaan kijken. Ik heb een vriend gevonden in Noord-Brazilië, maar toen gaat het om taalbarrière. En op een gegeven moment kwam ik in het Caribisch gebied, geen gespecialiseerde. Ik heb op Curaçao gekeken.
Curaçao had ook niet de nodige gespecialiseerde. Want ik had natuurlijk al foto's van Carmen gemaakt. Van de broer had ik een paar nodige info gehad. Daarmee ben ik ook verder gaan lobbyen in Nederland. En toen hebben zich twee aangemeld. Uh-huh. En ja, om ze te overtuigen dat er geen gespecialiseerde prothesemakers in Suriname zijn, was voor hun een hele grote vraag, want ze begrepen dat even niet. In Nederland, in Europa, in Amerika heb je natuurlijk een hele grote groep. En ik neem die maatschappijen niet kwalijk. Ik wil niet negatief praten over mijn maatschappij. Maar als het er niet is, vind ik wel dat er eentje kan komen. Er moet een trekker zijn. Uh-huh. En zo ben ik terechtgekomen bij Koert-Jan in Bussum. En ik heb hem met een vriendin van mij, Elaine, ben ik een paar keer geweest. En ik heb de situatie voorgelegd. En nou ja, je moet onderhandelen. En je moet natuurlijk ook gevoel hebben om te kijken, willen ze komen? Ben je serieus? Is hij serieus? Uh-huh. Maakt hij geen grappen? Want u weet, je kunt iets makkelijk verkopen. Maar als het als puntje bij paaltje komt, ja, dan zijn ze allemaal weg. Maar goed, waarschijnlijk heb ik een goede indruk gemaakt over Carmen. En zo is het dan het balletje komen rollen. Uh-huh. En Koert-Jan komt donderdag aanstaande voor 9 dagen. Ik moet wel zeggen dat ze het verschrikkelijk druk hebben, want ik ben een paar keer geweest, uh-huh, om wat instrumenten voor haar aan te schaffen, wat materiaal. En hij leerde me een aantal dingen, wat zij moet doen, ze moet oefeningen doen. En op een gegeven moment is de knoop doorgehakt. Uh-huh. En ik heb hem kunnen verleiden voor donderdag aanstaande, want ze hebben een verschrikkelijk druk programma. Ze maken hun agenda, maken ze 3 maanden van tevoren. Want hij blijft niet constant in Nederland. Okay. Hij is constant bezig mensen te helpen en hij heeft gevoel voor het vak. Ja, sowieso. En dat was voor mij belangrijk. Uh-huh. Want ik zie dat u een heel apart gevoel heeft voor, ja, nu kan ik mevrouw Carmen een mens met een beperking noemen, want ze heeft 1 been. Voorlopig. Ja, voorlopig nog. Nee, maar hoe je draait of keert, als je het niet weet, dan weet je het niet dat iemand een prothese heeft. En daarom is het goed om op zoek te gaan dan naar een gespecialiseerde prothesemaker, neem ik aan. Ja. Maar behalve, want je hebt mensen die door ziekte en of door ongevallen in dezelfde situatie terechtkomen als mevrouw Marie. Klopt. Mevrouw Kasi. Oh ja, mevrouw Kasi. Sorry. Ik wou zeggen mevrouw Carmen en dan kwam mevrouw Marie naar buiten. Ja, en u gaf zelf ook aan dat het zelfs ook vanuit volksgezondheid het heel stroef eraan toe gaat. Nou, bij Carmen, wat ik allemaal heb gehoord, dat de ziekenfonds of de verzekeringen eigenlijk ook een beetje moeten inkomen om deze mensen te stimuleren, want daar begint het eigenlijk mee. Uh-huh. Als ik Carmen niet had getrokken, is dat het woord Carmen? Als ik er niet had getrokken, als ik niet de trekker was, zou ik niet het gevoel hebben dat ik mede heb geleefd met hun. Okay. Want dat is belangrijk. Je moet meeleven met iemand. Dan kan je iemand helpen. En ik heb dat gevoel overgebracht bij Koert-Jan. En hij heeft dat waarschijnlijk gevoeld. Uh-huh. En ik heb hem toen ook gezegd, de nood is groot. Oké. Okay. En geeft aan, hij is hier voor 9 dagen. Heeft hij alle measurements van mevrouw Carmen? En komt hij dan met haar beenprothese naar Suriname? Ik denk dat ik dat even aan Carmen kan overlaten. Want hij heeft daadwerkelijk, we hebben constant zitten meten en films zitten op te sturen. En natuurlijk is via een film en via onze nieuwe technologie is het makkelijker om dingen te bereiken. Hij heeft zo'n aantal protheses, liners kunnen opsturen, zodat zij ermee kan oefenen. Maar ik denk dat zij ook een beetje aan het woord kan komen om haar ervaring te vertellen. Nou, dat is waar. Ik heb in eerste instantie wat videomateriaal voor hem op moeten sturen, uh-huh, van mijn been, van de stomp. Foto's gemaakt. En ook afmetingen, de hoogtes, de breedtes en dat soort van dingen. Dat allemaal opgestuurd. Hij heeft intussen ook een doos met de dingen die hij, de zaken die hij nodig heeft opgestuurd naar Suriname. Met een liner, stompkousen, alle andere middelen die hij zal gebruiken in Suriname. De bedoeling is dat hij nu komt om te gipsen. Okay. Hij maakt dan een gips van de stompvorm. Uh-huh. Dat model wordt door meneer Marie meegenomen naar Nederland. Dat wordt gegoten in Nederland. Hij doet dat, als ik me niet vergis, doet hij het op de post terug naar Suriname. De eerstvolgende vlucht, dus binnen die 9 dagen. Ja,
moet het terug zijn in Suriname. Dan gaat meneer Meijer dan meten als het goed zit. Dan neemt de heer Meijer dat model mee naar Nederland. Dan wordt het been daar gemaakt en dan neemt hij het uiteindelijk weer terug naar Suriname. Uh-huh. Het is wel een lange weg. Maar hij moet erbij zijn om te kijken als het goed zit. De pasvorm moet goed zijn, uh-huh. Anders heb je een probleem. En je moet ervoor waken dat je geen verwondingen krijgt aan je stomp. Vooral dat? Ja, dat is heel belangrijk. Dus hij moet goed zitten. Ja, u geeft aan, het is een lange weg, maar het is veel korter dan wat u heeft moeten meemaken met de Surinaamse. Dit alles doet hij in principe met zijn 9 dagen hier. En een week of 2 dat hij in Nederland is, dan hebben we het in ruim 3 weken al geklaard. Sowieso. En van begin tot eind 3 weken. En wat gevoel geeft dat u iemand heeft gevonden die u binnen zo'n korte tijd toch nog heeft kunnen helpen? Nou, je bent, in ieder geval is het een soort satisfaction om je te zeggen, dat je het zo, om het in het Engels te zeggen, dat het zo gauw is gegaan. Aan de andere kant stelt het je teleur. Je hebt ook prothesemakers in Suriname. Waarom zou het hier niet kunnen? Waarom moet je hier tij en ontij bellen? Laat me niet zeggen bellen. Soms lijkt het alsof je moet bedelen om het gedaan te krijgen. Waarom moet iemand uit Nederland komen? Je zou het hier ook kunnen doen. Precies. En dat is dan wel een beetje droevig. Kan ik me best ja, niet dat denken. Is wel een beetje droevig. En hoe werken de prothesemakers hier in Suriname eigenlijk? Nadat u was geopereerd, dan heeft het ziekenhuis u daar naartoe bevolen? Nee, dat moet je uit jezelf doen. Ook na de amputatie is het ziekenhuis eigenlijk al klaar met je. Het ligt aan jou. Wil je verder gaan? Dan ga je naar het revalidatiecentrum en dan kan je daar... er zijn prothesemakers daar. Je kan misschien buiten revalidatiecentrum ook vinden. Dat hebben wij niet gedaan. Via revalidatiecentrum hebben we 1 of 2 prothesemakers gesproken. Bij de tweede ben ik toen in zee gegaan met hem. Maar ja, we zijn nu 2,5, bijna 3 jaar verder. Ik heb nog geen prothese. En niet eens een voorbeeld van een prothese ook nog? Nee. Ik had al een prothese. Dat moest bijgewerkt. Ik had al een prothese. Ik oefende al ermee. Oké. Maar... hij zit nooit goed in 1 keer. Uh-huh. Je moet elke keer passen. Okay. En daar ben ik blijven haken met hem. Dus hij heeft het gemaakt en het bijstellen dat het goed zit bij uw bovenbeen. Ja. Dat heeft 3 jaar geduurd. Daar heb ik zeker 8 of 9 maanden niks meer van hem gehoord. Ik moet wel zeggen dat je hier in Suriname met bepaalde dingen gaat construeren. Ik heb nu een liner vanuit Nederland gehad. Er is hier getracht om een liner na te bootsen, maar dan krijg je een soort extra kap met een rubberen band eromheen. Uh-huh. Maar dat is natuurlijk wat het wezen moet. Uh-huh. Maar oké, men probeert hier. Je gaat roeien met de riemen die je hebt. Klopt. Ja, men probeert het. Maar uiteindelijk, als je betaalt voor een liner, wil je ook een liner hebben. Sowieso. Ja. En ik neem aan dat al deze... De moeizame wegen hebben je ook heel wat geld gekost, neem ik aan. Ja. Kijk, uiteindelijk denk je van, je hebt een bepaald budget, maar je wil niet... Overschrijden. Ja, behalve dat, je hebt een budget, maar je wil niet 10 jaar wachten ermee. Je kiest nu voor een andere optie, dat gaat natuurlijk veel langer, maar je zit dan eigenlijk ook een beetje, je bent dan weer buiten je budget. Want je gaat niet alleen voor die prothese betalen. Je gaat die meneer zijn kosten ook betalen om naar hier te komen. Dat tikt ook aan. Maar wat weegt zwaarder? Wil je nog 10 jaar wachten met je budget? Of denk je van, ja, we doen het samen. Mijn familie helpt me ook. We doen het samen. En als het sneller kan, kost het je wat meer. Maar je hebt dan je been. Je kan weer eruit. Ja, sowieso. Anders zit je maar thuis. Je kan ook nergens. Ja, je hebt een hele hoop beperkingen. Of je kan niet in een zaak binnen. Moet je opgetild worden. En dat is ook soms zo gênant. Ben je afhankelijk van mensen. Je kan niet gewoon ergens binnen gaan. Dan kies je van, oké, het kost je wel meer. Maar je hebt uiteindelijk je prothese. Ja, sowieso. Ja. Meneer Marie, u zei in ons voorgesprek van... Je hebt andere mensen die
ervoor kiezen om naar het buitenland te gaan. Maar je hebt ook de kleine man die dat niet kan. Klopt. Ik heb na het verhaal van Carmen en haar broer, heb ik een paar mensen ondervraagd. En een aantal mensen uit de maatschappij die het geld hebben, die kunnen het wel betalen. Maar hoe staat het met de andere groep? Na afgelopen week, toen Radio 10 ons had geïnterviewd, kreeg ik een paar telefoons waarvan ik schrok. Waar mensen me aangaven van ja, ze kunnen het niet betalen, het kost zoveel, ze moeten zoveel storten voordat ze een prothesemaker bereid vinden om hun te bezoeken. Oké, wacht even. Dat is te gek voor woorden. Laat me u goed begrijpen. U geeft aan dat iemand u heeft gebeld dat ze een voorschot... Enkele mensen, ja. Enkele ze mensen. Ze moeten een voorschot, betalen. Storten, niet betalen, storten. Mag ik even inhaken? Mm-hmm. Het is niet alleen een voorschot hoor. Mij werd gevraagd om het volledig bedrag in één keer te betalen. 20.000. Bij de eerste prothesemaker moest ik eerst... Daar heb ik nog geen prothese. Dan weet ik ook niet als het goed zit. En wat als het niet goed zit? Moet ik dan bijbetalen? Of hoort het allemaal erbij? Dus het is niet alleen een voorschot. Ik moest het compleet, totaal, volledig betalen. Ik dacht, ik doe het niet. Ja, wie gaat dat nou doen? Ja, ik weet niet wat ik krijg. Nee, maar is dit menselijk? Dit is niet menselijk. Nee, ik bedoel, je gaat met een mens om. Wat mij verstand nu even te boven gaat is, hoe betaal je voor iets alvorens dat te krijgen? Nog niet hebt. Ja, precies. Ja. Dat is even raar. Oké, maar dat soort telefoontjes kreeg ik eigenlijk. En een aantal mensen die hebben naamloos gebeld, onbekend. Ze willen hun naam niet noemen omdat ze zich schamen. Uh-huh. Voor deze groep heb ik een boodschap. Schaam je niet. Ik bedoel, in de nieuwe wereld is het al bekend dat iemand een ledemaat kan missen. Maar het is al ook bekend met de wetenschap dat je weer een ledemaat bij kan krijgen. Ik heb mensen met een beperking, heb ik met een kunstbeen en een kunstarm zien lopen, rennen, voetballen. Uh-huh. En ik denk, ik stond gewoon daar en ik denk, dit moet je familie voorkomen. Dit moet een partner niet hebben. Dit moet je kind niet hebben. Dit moet je vader en je moeder niet hebben. Wat doe je dan? En dan gaan de ogen open. Waar moet ik zijn? Gelukkig heb ik dat kunnen trekken bij Carmen. En ik ben verdomd blij dat ze straks gaat kunnen lopen. Rijden. En ik heb ook begrepen dat ze dus met haar kunstbeen kan zwemmen. Oké, dan gaat hij heel mooi lekker weer banen trekken. Ja, maar dat is dan weer een aparte prothese. Je kan niet met je gewone prothese niet zwemmen. Dat mag niet nat worden. Oh. Je hebt wel badprotheses. Oké. Alleen om... Waterbestendig. Ja, waterbestendig. Okay. Ja. Maar dat is al... Dat is weer een ander verhaal. Dat is weer een ander budget. Laten we eerst lopen, hè. Voordat precies, we gaan zwemmen denken. Precies, voor we gaan rennen. Ja. Oké, meneer Marie. Meneer Kurt-Jan Meijer. Ja. Die komt dan naar Suriname. En ik heb begrepen dat u toch ook een bepaald programma voor hem heeft ingezet om... Klopt. Ik heb een mooi programma voor hem gemaakt. En ik denk dat hij... Maar je moet elkaar ook een beetje aanvoelen. Het is een mens. Hij heeft gevoel. Dus ik heb een aantal dingen voor hem klaargelegd. Carmen kan heel lekker koken. Dus zo heb ik dat ook gebracht. Dat ze een kokkin is. Ze is een keukenprinses. Ik eet graag bij Carmen. En dat hij eigenlijk zich om huisvesting, om... eten, zich geen zorgen hoeft te maken. Want ze gaan dus voor 9 dagen gaan ze logeren boven Carmen. Ze heeft de ruimte ervoor. En indien mogelijk zal ik hem ook vragen. Ik heb hem eigenlijk ook al een hint gegeven dat hij misschien een lezing kan geven op het MWI of bij studenten die zich in de toekomst kunnen specialiseren als prothesemaker of instrumentenmaker om deze groep te ondersteunen. Want het Caribisch gebied kent ze niet. En vanuit Suriname zou het een primeur zijn om de mensen te helpen. Ja, en sowieso. Ook de taalbarrière hè, speelt een belangrijke rol. En ik denk dat Kurt-Jan dat prettig zal vinden als Surinamers. Want het is een bepaalde band die je dan hebt gecreëerd met het land. De ontvangst is belangrijk, de service is belangrijk. Dat hij regelmatig naar dit land komt om onze mensen te ondersteunen. Ja, sowieso. En ik kijk vaak naar tv hoor, mevrouw. Kasi neemt u me niet kwalijk. Want ik ga ervan uit, u zei al, u oefende met uw prothese. Dat u zegt, dat doet u dan met de fysiotherapeut die u daarbij ondersteunt. Klopt, ja. Dus dat komt er dan ook bij kijken als u dan de prothese krijgt. Ja, dat is waar.
je moet natuurlijk veel oefenen, want je moet je balans weer krijgen. En je zit al zo lang, dat staan en lopen, dat voel je ook overal hoor, ook in je rug en zo. Dus het is veel oefenen. Je moet heel veel oefenen om uiteindelijk toch een beetje met fatsoen recht te kunnen lopen. Ja, sowieso. Ja. En je gaf aan, want dat doen ze dan bij het revalidatiecentrum, neem ik aan. Dat zij echt mensen proberen om te helpen, want daar ga je om te revalideren. Niet van die medaille heet het zo. Oh nee hoor, ik doe het thuis. Mijn nichtje is fysiotherapeut, dus ze komt me helpen. Gelukkig heeft zij dus dat in de familie. Dat, ik doe het thuis, ik ga niet meer naar het revalidatiecentrum. Nee, maar u gaf aan, daar bent u naartoe geweest. Ja. Dus om de samenleving in principe een beetje moet in je, te moet je daar oefenen. Kan je daar oefenen. Je kan het ook aan... Als je het kan permitteren, kan je de fysio ook aan huis halen. Dan kan je het gewoon thuis doen. Want we gaan ze kijken hoe met de beenspieren en wat allemaal eraan toe gaat. Ja, ik zit ook bij de fysio, dus vandaar ik het weet met beenspieren en armspieren. Ja, klopt. De beenspieren zijn heel belangrijk. Die moeten dan weer goed getraind worden. Behalve je gezonde been, dat andere been dat eigenlijk een beetje niet echt functioneert, om het zo tussen haakjes te noemen, die moet je ook gaan trainen, want die wordt ook zwak. Dus je moet met beide benen oefeningen doen. Ja, daar komt zeker de fysio aan pas. Ja, neem ik aan. Hoe is het dan verder gegaan? We gaan even terug switchen naar het begin van uw operatie. Want u gaf aan dat ze niet netjes hebben afgewerkt. Of de eerste prothesemaker gaf aan dat het niet netjes was afgewerkt? Ik heb een slordige stomp. Hij moet aan de onderkant heel glad afgewerkt zijn. Maar er hangt nogal wat huid en... Massa. Ik wil geen vlees zeggen. Massa. eroverheen. En dat maakt je stomp een beetje niet stabiel. Uh-huh. Want die stomp rust in die koker. Uh-huh. Maar dan moet hij goed rusten. Maar doordat die massa daaronder is, is hij een beetje bewegelijk. En ik weet niet hoe meneer Courtian dat gaat opvangen. De eerste prothesemaker die hij had benaderd, die wilde ook wel naar Suriname komen, maar hij had geadviseerd om weer te opereren. Uh-huh. Maar dat wil ik niet meer. Ik heb daar geen zin meer in. En de tweede die zei, hij kan dat wel. Uh-huh. Ik denk dat ik misschien een extra koker krijg voordat ik die liner om moet doen. Maar dat hoor ik allemaal donderdag. Ja, dus sowieso. Ja. Dus je bent nu even in een excitement mode. Ja, helemaal. Het is een beetje allemaal goed nieuws om het zo te zeggen. Ja, dat hij toch nog eromheen kan werken. Precies. Want hij heeft het op... Daarom moest ik ook een filmpje maken of wat foto's opsturen. Hij heeft de situatie al gezien. Dus ik denk dat hij dat inschat in zijn werk. En dat hij weet wat hij verwacht. Ja, dat hij voor een verrassing komt te staan. Hij weet tenminste wat hij wat hem te wachten staat. Ja, sowieso. Ja. Oké, en wat gaat er dan zelf in u om dat u uw oude schoolgenoot... Geweldig, Een tweede leven. En niet alleen voor haar. Ook de mensen die eigenlijk een prothese nodig hebben, wil ik oproepen om gewoon zich aan te melden. We proberen deze Courtian regelmatig naar Suriname te laten komen. Alleen om die gemeenschap ook te helpen. En misschien zijn er mensen die willen doneren. Want ik heb een gedachte van, als elke Surinamer die gezond is, zo iemand uit de groep helpt, is heel Suriname geholpen. Klopt. En u gaf aan dat de groep met mensen in mevrouw Carmen's situatie toch wel aan het groeien is. Het is behoorlijk groot, maar ze zwijgen. Ze zwijgen, ze willen niet praten. Ik heb telefoontjes gehad en ik heb ook Radio 10 heeft telefoontjes gehad. En ik hoop jullie allemaal ook te spreken, wanneer hij er is, zodat hij een oproep kan doen om medische studenten eigenlijk de voorrang te geven vanuit Suriname, om hen op te leiden in Nederland, om deze groep te ondersteunen. Let wel, ik ben de trekker, maar ik ben geen prothesemaker. Ja, sowieso. Oké, nee. We kijken er sowieso naar uit. En ik zal maar zeggen, mijn ogen zijn hierdoor geopend. En want wat je niet weet, dan weet je dat ook niet, hè? Ja. Nee. En nu weet ik daar iets erbij. Ja. Dus ik kan alleen maar zeggen, bedankt voor uw komst naar de studio. Graag en ook gedaan. Voor het openen van mijn ogen. Ja. Dus wij van ATV hopen in ieder geval dat met deze aflevering dat ook de rest van Suriname hun ogen een beetje open gaat. Dat de mens met een beperking niet een mens met een beperking hoeft te blijven. Dus dit is het einde van deze eerste aflevering van In Gesprek Met.
Wij zijn zo weer bij u terug met het tweede deel.